die mensen allemaal zelf filmen met die drone bijvoorbeeld. Of die die camera zet daar. Met geluid. Hij is zijn muts kwijt. Welke? Nee, die legt hij, die heeft hij neergelegd. Hij is echt super slecht. Hij laat zo snel. Hij is een sniper. Hij is aan het sniperen. Hij maakt alleen maar headshots. Loop je door het bos, word je aangevallen door een wolf, hoor je hem aankomen. Nee, dat je paard, dat de paard zijn oren dicht kan zetten. Een blik. Ja, ik hoor niks. Hij heeft een, dat is een mooie, die bruin met zijn Nederland. Een groot blok.
ook niet. Ik pak Waar is die stomme koning nu? Oh, die is daar. Nee, die is daar. Wat? Ze is zo klein. Daar ook de postbode, die is heel zwaar. Oh, zij heeft een klantje. Zij heeft zo'n kleine handje. Zie je dat? Goed kijken, ze heeft in haar hand. Dat is zo'n handje. Godjes! Nederland is zichtbaar. Nederland heeft het gewoon leeg gedaan. Zie Frankrijk daar hopeloos. Ook de kanonnen zijn zich terug. Hij heeft een band om je kop gekregen. Die kleine gaat schieten. Je bent ook twee keer terug geweest, man. Die kleine moet je ook schieten. Oh, die kleine met een handgun. En de handgroene, die is niet van de wapen. Die is een Nederlandse soldaat. Een Nederlandse soldaat die overal op de Franse kant. En zich aanslag heeft door de politie. De Franse soldaten krijgen het regel op het moment dat ze over gaan lopen. Romantje is niet Nederland, want daar loopt Nederland. Wat is dan Oranje? Oranje dan, want Oranje is niet Nederland, Nederland wordt Blaas! Hij wil het nog even naar de achtertocht. Zal hij de laatste poging doen? Twee keer dit is wel, zullen ze niet opgewassen zijn deze Fransen. Koos zakken, Willy in je brok. Kleiners, ga schieten. Ja. Ik kan echt niet bladen. Als zij laden zitten. Als ze die kunnen gewoon. Even kijken of ze schiet. Ja. Ah, ze deden dit. En wel, zij schiet zo. Malen. Met een atoombom. De Hollandse vlag gaat uit. Ze gooien je. Maar niet in de branden. Wie is die oude die daar loopt? Kozakken klaar om aan te vallen. Ik ben koning van Nederland. Ik kan ook zo'n klap maken. Als je niet praat. Wie? Wie had zo? Hier wordt van handen gehouden. De soldaten zijn klaar. Wie had zo? Handgebaren, gooi hem zo. Bam! En ze gaat weer zo'n dingetje. Nee, dan gooi je gewoon een rondje. De Franse cavalerie, de overval was meer te halen dan de kop daarbij, de puinlijk in de val. Alle veel zakken. En langzaam maar zeker,
verdwijning op de balkons. Ja, op het ene balkon. Verdwijning toch echt. De generaals worden zenuwachtig. Wat gaat hier gebeuren? Napoleon staat bijna alleen. Dan zijn de leden nog weg. Wat is nou eigenlijk Napoleon? Die staat daar. Die hebben we niet kunnen zien. Nog een laatste stand. Kan dit het laatste rij? Nee. Ga lekker weg, Napoleon. Het verlies je. Mars! En jongens en meisjes, hebben jullie opgelet? Want tussen deze Franse soldaten, daar loopt er eentje die jullie wellicht kennen. Albrecht, met de Franse vlag, in al zijn eer, mag naast majoor Temonia lopen. Albrecht uit Doesburg, die nog immer aan Franse kant strijdt. En voor de jongens en meisjes die Albrecht nog niet kennen, is er uiteraard ook een boekje over Albrecht te krijgen. Een soldaat, een jongen uit Doesburg, die kon strijden voor de Fransen. Thank you.
Oh.